Kijk Tess, wat ik misschien vind minder spannend als je het een keer op film kunt zien. Dit is net als met de bus, gaan ze taxiën. We gaan nu naar een startbaan, zoals dat heet. En het enige wat er gebeurt is dat hij nu rijdt. Nou, hier hebben we de zee. De startbaan ligt naast de zee. We moeten een hoekje om. Startbaan zien. Ja, dit is niet startbaan, die is vrij lang. Ik denk dat hij eerst nog even gaat draaien en dat er dan goed op start is. Oh zo. Kevin, take your seats. Nou, nu moeten alle mensen die in het vliegtuig werken, dus alle stewardessen en stewards, moeten ook gaan zitten. Dat heeft de kapitein net gezegd. De kapitein is dus zeg maar degene die vliegt. Die heeft er verstand van. Zou er een opleiding voor moeten doen? Nou, kijk, hier gaan we de hoek om. Dan gaan we draaien. Papa al zei. Zie je daar de zee? Dan komen we nu op de startbaan terecht. Ik denk zelf dat die parallel ligt aan de taxibaan waar we net vandaan komen. Ja, het ligt eigenlijk naast het hotel waar we zaten. Ja, ja. Nu maakt hij dus vaart, maakt hij heel veel herrie. En die vaart heeft hij nodig om zo meteen omhoog te komen. Dus we gaan nu heel hard. Het maakt alleen maar herrie en we gaan hard, dat is alles. Maakt hij heel veel vaart. Denk dat je zo 100, 150 km per uur zou moeten gaan. Misschien nog wel sneller, ik weet eigenlijk niet. Maar niet sneller. Kijk, en nu gaan we omhoog. Dit is alles. Zie je? En dan voel je eigenlijk alleen maar dat hij omhoog gaat. En dan kan je de zee zien met al zijn bootjes. Nou, nu ga je schuin omhoog, dat voel ik wel een beetje in mijn oren. Ladies and gentlemen, we will soon be switching off the fasten seatbelt sign. We recommend that you keep your seatbelt fastened while you're seated. If you need to collect your personal belongings, please be careful when opening the luggage bins. Luggage may have moved during takeoff and could fall out. Kijk, en dan hier zie je dus de zee. Net heeft de stewardess gezegd dat je wel op mag staan om iets uit je bagage te pakken, maar dat je beter je seatbelt, je riem vast kunt houden als je zit. Nou ja, of dat waar is, weet ik niet. Maar hij zit ook niet last, dus ik kan hem net zo goed aanhouden. Nou, en nu zijn we aan het vliegen. Meer gebeurt er eigenlijk gewoon niet. Kijk, nu gaat hij schuin, want hij moet ergens heen. Dus kunnen we goed naar beneden kijken, dat is dan wel mooi. En dan zien we de zee. Nu vlieg ik naar je toe. Jij zit in Nederland en ik zit in Italië en ik wil graag naar je terug. Zij maakt nu de hoek om richting Amsterdam te kunnen gaan vliegen. Want ze kunnen natuurlijk de startbaan maar op één plek maken. En daarna moet je kiezen welk kantje op gaat. En als je daar beneden kijkt, dan kan ik in ieder geval nog alle zeilbootjes en zo zien. Nou, dan gaat hij weer recht. Hij heeft een goede positie gevonden, zeg maar. Dat doet de piloot allemaal. En we gaan nu stijgen naar, ik denk, 10 kilometer. Ongeveer. Zo hoog vliegen vliegtuigen, ergens tussen de 7 en 10 kilometer hoog. Oh ja. Dus nu ga ik even naar je toe vliegen. Uit Frankrijk kunnen zijn. Want zo snel gaat het dus in een vliegtuig, omdat je natuurlijk nergens rekening mee hoeft te houden. Het gaat gewoon rechtdoor. Maar we moeten wel opletten voor andere vliegtuigen natuurlijk. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we al boven Frankrijk zitten. Dan zie je zo daar de bergen. De hele
omtrek van de kust van Frankrijk. Tenminste, ik denk dat het Frankrijk is, dat weet ik niet zeker. Kijk Tess, nu zitten we boven de wolken. Dat is dan toch weer anders. Dus de bovenkant van de wolken ziet er zo uit. Deze zijn toevallig allemaal wit, maar je hebt alle kleuren wolken. En wat grappig is, dit is de onderkant van de wolken die jij ziet. Maar daarboven zitten dus nog meer wolken. Je hebt dus verschillende lagen daarin. Nu gaat je vader iets zeggen. Je moet even tegen je dochter praten. Over vliegen. Hoi Tess. Het nadeel van vliegen is al dat je oren dicht gaan zitten. Dus ik hoor je moeder niet meer. Is dat een nadeel? Hoorde ik daar wat? Nee. Dus als je daar zo'n tip geven. Als je gaat vliegen, dan moet je een snoepje meenemen. En tijdens het stijgen moet je dan flink slikken. En dat helpt. Dat is een goede tip. Kijk, nu vliegen we in de wolken. Dus dan zie je helemaal niks. Want het zijn wolken. En het zijn regenwolken. Dan weet ik niet of het regenwolken zijn. Het zijn grijs. Het zijn witte wolken. Nu, wie wil een vliegtuig een beetje? Ja, dat komt omdat je verschillende kanten wind hebt. Soms heb je luchtzakken en dan valt het vliegtuig een klein stukje en dan gaat hij daarna weer verder. Ondanks dat je door de wolken heen vliegt en dus eigenlijk niks ziet, vliegt de piloot met allemaal instrumenten en daarop kan hij kijken. Dus hij kan niet voor zich uit kijken, maar hij kan wel zien wat er allemaal aan de hand is. Maar dat ziet hij dus op een monitor en niet zeg maar zelf. Vroeger gebeurde er dan wel eens ongelukken, want dan had je geen monitoren. Dus als je dan in een wolk ging vliegen, dan werd het een beetje lastig. Maar goed, toen praten de vliegtuigen gewoon met elkaar en wisten ze ook waar ze waren. Maar nog vroeger, toen vliegtuigen net ontdekt waren, toen botsten ze wel eens, maar nu niet meer. Nu gaat bijna alles automatisch. De piloot hoeft ook niet meer te kunnen wat hij vroeger kon. Vooral weten hoe alle instrumenten werken. Vroeger deden ze alles met de hand. En nu doet eigenlijk een computer het gewoon allemaal. Dat is veiliger en kan je weinig fouten mee maken. En nu worden wolken wat grijzer, dus ze komen wat lager. Het duurt denk ik nog wel even voordat we uit de wolken vliegen. Nu gaan we echt landen. Net heeft de kapitein gezegd, cabin crew, take your seats please. Dat betekent dus dat ze ook moeten gaan zitten en gordel vast moeten maken. En nu voel je dat het vliegtuig gaat remmen, dus dat hij wat langzamer gaat. Dan komen zo meteen de wielen eruit. Vroeger hoorde je dat, maar tegenwoordig niet meer. Dus ik kan nog niet precies inschatten hoe lang dit gaat duren. Eens duurt de landing wat 10 minuutjes of zo. Daar op de vleugel kijken, dat is misschien ook nog wel grappig. Ik zal even inzoomen. Kijk, zie je streepjes staan? Er zijn cijfertjes bij. 1, 2, 3, en nog iets erachter. Ik weet niet waar het voor is, maar ik vond het wel grappig. Nou, we zijn nog steeds een beetje aan het remmen, we gaan wat langzamer. Je stuurt elke keer een stukje naar beneden. Je gaat natuurlijk niet in één keer naar beneden, maar je gaat langzaam naar beneden. Anders dan zou je een duikvlucht maken. Dan ga je zo. Nou, dat is niet de bedoeling. Je gaat gewoon rustig naar beneden. Je ziet nu het land al een beetje. Zie je al? Oh ja, en nu zie je het land. Kijk daaronder. We komen nu uit de wolken. We zitten wel een beetje in de wolken. En we gaan zo langzamerhand onder de wolken vliegen. We komen nu dichter bij beneden. Dus hier zijn we boven Nederland. Ik zie daar DHL. Oh. Geen flauw idee waar we zijn. Mooi huis daar. Nou, dan moet je dus zie je boven de aanvliegroute. Tenminste, je zit op de aanvliegroute en die mensen die wonen daar dus allemaal onder. Dus dat kan Nieuw-Vennep zijn of
ja, geen idee, dat soort steden, stadjes, dorpjes. En zoals je ziet gaan we steeds lager. Het komt steeds dichter bij het gras en de huisjes. Het remmen wordt nu minder. Kijk, daar is het water. Nou, zo ga je langzaam naar Schiphol toe. Dus nu zou je, als je in de auto zit, dan zie je dit vliegtuig. Daar is de A4, we gaan zo over de snelweg heen. En als wij wel eens naar Amsterdam die kant op rijden, dan zie je wel eens vliegtuigen overvliegen. Nou, zo ziet het er dus van uit de vliegtuig uit. Nou, nog lager. Alle paarden en koeien die hier wonen, die kennen dit allemaal wel. En zo meteen, dan in één keer, dan gaat hij op de grond. Dat is nu ongeveer. Kijk, daar is de landingsbaan. Als hij het netjes doet, voel ik daar niks van. Kijk, dat was de wielen op de grond. Dus het heeft heel netjes gedaan. En als je dan in vliegtuigen zit die veel toeristen bevat. Oh, kijk, nou zie je dat hij gaat remmen. Zie je, dan gaan die dingen omhoog. Dan gaan ze altijd klappen. Ik weet nooit waarom ze gaan klappen. Die meneer doet gewoon zijn werk en daar wordt hij dik voor betaald. En nu zie je dus dat hij aan het remmen is. Daarom heb je ook je gordel om, anders zou je tegen de stoel daarvoor aan botsen. Want dat remmen gaat wel hard. Alsof ik hard op mijn rem trap als we in de auto zitten en er iemand voor mij ineens stopt of zo. Dat is de rem in een keer. Dames en heren, welkom in Amsterdam. Blijf zo alsjeblieft nog even zitten. U kunt uw telefoon en andere apparaten weer aanzetten. Zodra het bordje stoel in vast uit is, kunt u uw bagage pakken. Let op, de bagage kan tijdens de vlucht verschoven zijn en uit de bagagebakken vallen. Geniet van uw verblijf en het vervolg van de reis. Dames en heren, voor uw dank u wel. We hopen u snel weer bij KLM aan boord te zien. Nou, deze stewardess kan heel snel praten. En die heeft dus verteld wat je wel en niet mag doen nu. Maar we zijn nu dus weer gewoon veilig geland. En we mogen zo meteen eruit en dan gaan we naar de bagage toe. En dan gaan we naar Rick toe. Kijk Des, soms dan zie je wel vliegtuigen over de snelweg heen gaan. Mijn vader zei al voor de grap dat we een heel andere stad geland waren. En nu zit ik in het vliegtuig dat over de snelweg heen gaat. Zie je, daar is de snelweg. En ik ga er gewoon overheen. Alsof ik een autootje ben. Grappig, hè? Maar dit is dus vliegen. Meer is het dus echt niet. Ik weet dat je het een beetje spannend vindt en dat je er ook wel een beetje bang voor bent. Maar dit is alles. Dus ik hoop dat het een beetje geholpen heeft. Papa en ik zijn nog heel. Wat zeg je? Papa is doof. Die wil niet meer praten. En dan zie ik je zo meteen weer. Doei!